Yo, kijkers van Dus David Games, Lars hier. En vorige keer heb ik de game gewonnen door als eerste op een knopje te drukken. En is het 12-11, of 12-12, ik weet niet precies hoeveel het is. 12-12, I don't really give a shit. Deze keer mag ik een game uit gaan kiezen en ik wil eigenlijk trivia gaan doen, aangezien ik die ergens zag hangen, maar ik weet alleen niet meer waar. Groen? Trivia hier, bij groen. Nou, durf jij vragen en trivia en... Dan moet je me niet die kant op mappen, come on, let's do this, hup. Vragen en antwoord, of zo. So you've chosen the trivia branch. Here is how it works. Wow. Okay, de center pressure plate geeft een vraag. En de antwoorden staan in de kamers. Oké. Okay. Wacht even. Okay. Nog een keer. De center pressure plate. Het dingetje in het midden geef je een vraag. En dan moet je het antwoord geven door op de pressure plate bij het antwoord te gaan staan. En als je het goed hebt, mag je door. Als je het niet goed hebt, ga je dood. Oh, oké. Okay. Snap je? Er zijn... Over elke 10 vragen is er een checkpoint. Juist. Oké. Okay. Oh jee. Kan niet. Dus we moeten echt 10 vragen achter elkaar goed hebben. Dan krijgen we een checkpoint. Oh, anders niet. Jezus. Do you understand? Yes. Ja, tuurlijk, man. Hop. Oké. Okay. Ga je op de pressure plate staan? Ja. What game are you playing? Is dit StarCraft? Raftcraft? Dit is Minecraft natuurlijk. Die snap ik ook nog wel. Oh, je hebt hem geklikt. Oké. Okay. Welk jaar was Minecraft gereleased? Dat is al best wel weer een tijdje geleden volgens mij. Initially. Dus niet, finally. Initially. Maar in het begin. Ik denk dat dat 2009 is geweest, denk je dat? Ik denk 2010. Ik denk 2009. Ik ben dood. Wat doe jij? Mijn hele Minecraft crashed. Oké. Okay. Oh. Snappen we hem. Yes. Yes, we get it. What game? Minecraft is dood. Je Minecraft is dood. Je bent er echt uit. Ja, ik ben er echt uitgekikt. Hop. Het was niet 2010. Waarschijnlijk was het 2009. Ja! Kan je me even tp'en? Please. Please, please, please. Ik had gewoon het goede antwoord. We moeten het dus samen ook nog eens zijn met het antwoord. Ja. Wauw. Waar ben je nou? Oh. Ik sta hier. Oh ja. Oké, okay, Minecraft. Ja. Hop. 2009, hier. Hop. Ja. Okay. Wie heeft Minecraft gemaakt? Ja, Marcus Persson, hier. Hoppakee. Hoppakee. So. The name of the accent block in this room is endstone. What biome is it naturally found in? In sky. Biome, hè? Ja, dat heet sky. Nou, doe maar. Hop. What is the name of the accent block in this room? Dat is... accent block. Dit is... block? Ja. Yeah. Decorate, nee. Is dat een chiseled stone block? Stone bricks, hier. Wat? Auw! I'm killed by a... hele grote... Nou ja. Yes. Ik blijf wel even stil zijn, ja. Minecraft. 2009. Marcus Persson. Petra Mojang. Sky. Ja. En welke had jij toen gepakt? Ik had Chiseled Stone Brick. Ja, dat was dus niet. Het was, even kijken. Huh? Chiseled Stone Bricks. En je hebt hier Chiseled Stone Brick. Ja, Chiseled Stone Brick. Hè? Huh? Bricks! Auw! Bricks. Oh, zo zijn we best dood. Mag ik hem nou doen? Mag ik hem nou doen? Ja, ja, doe maar. Doe maar. Ik ga wel eerst naar wachten. Kijk of dat hij zelf dit nog goed heeft. Waar is Minecraft? Hier. Waar is 2009? Hier! En waar is Marcus Persson? Waar is The End? Nee, Sky. Sky. Waar is... Oké. Okay. Jij had Stone Brick had je gedaan, hè? Ja. Nu is het Stone Bricks. Hey. Yay! Which of these items require the least amount of wood when crafting? Oh, die ken ik. Dat is een trapdoor. Nou, een fence is 6 sticks. Oh nee, dan is de fence. Een slab is 2 dingen, dus dat is 4. Dat is een fence. Oh nee, dit moet je even nadenken. Want, een ladder heeft er 7. Nee, maar hoeveel... Eén houtblok is 2 sticks, right? Ja. En als je 2 doet, dan krijg je er 4. Dus... Dat is een trapdoor. Want, die zijn hoeveel? Dat is 2 houten planken naast elkaar. Dat is 4 inderdaad. Maar een ladder
is 6, dus 3. En een, 9. Een slap is hoeveel? 3 houten planken naast elkaar. Een trap door. Gaan we trap door. Ja, trap door maar. Als fout is, dan slaak je. Het is fout! Zie je, ik heb deze vraag ook ooit eens een keertje gehad in Community Craft. Voor straf moet je deze doen. Ah, ja. Minecraft. Volgens mij was het namelijk toen slaps het antwoord. En ik weet niet waarom. Maar volgens mij was het slaps. Nou, slaps is... slaps is 3, toch? Dat is 3. Ja. Dus er is er eentje met minder dan 3. Stone bricks. Oké. Okay. Dus het is, wat hadden we net gedaan? Slaps, toch? Nee, trapdoor. Trapdoor. Volgens mij is het namelijk slap. No joke. Dat zijn er 4. En een ladder zijn... Een ladder is 5, 6, 7. 7, ja. Sticks. En een fence zijn er 6. 6. Ja, dus het slap. Ja! Goed zo. What can you What not can you do in a nether? Je kan niet water doen. Slapen kan ook niet, hè, trouwens. Nee, klopt. Maar je kan er ook geen bed neerzetten. Sponge no longer has much use, but it does share the placing and breaking sound effect. Which block? Dat is zand. Zand? Ja, dirt dus, denk ik. You sure? Ja. Oké. Okay. Merk het. Goed zo, Daf. Echt goed zo. Echt, voor straf mag je de vragen allemaal doen. Au. Ik wil dood. Ja. Oké, voor straf mag jij ze doen. Respawn. Het was dus niet dirt. Nee. Oké. Okay. Ik zou zeggen namelijk dat het vol is, omdat het er best wel een beetje blijkt. Ja. Maar dat ben ik. Ik laat me helemaal terug naar de vragen leiden. We waren bijna bij 10, hè? Ja. We zijn hier niet goed in, hè? Nee, we zijn een beetje noob. Maar weet je, waarschijnlijk hebben mensen in de reacties toegeroepen. Ah, dat wist ik al. Tuurlijk. Probably. Want mensen zijn fucking slim. Ja, wij weten het ook allemaal. Welke was het? Alsof... Slap was dit. Slaps. Oké. Okay. Sleep, kun je niet. Oké, okay, daar zijn we weer. Dirt hebben we gehad. Ik zeg wol. Eigenlijk. Wat als het soul sand is? Als het soul sand is, is dit fout. Auw! Nou, dan kan ik weer even lekker achterover leunen. Oké. Okay. Yes. We spelen Raftcraft. Hoppakee. 2009. Dan gaan we hier naar rechts. Want daar staat Marcus Persson. Dan gaan we hier aan de andere kant staan, want daar is Sky. Hier is de Chiselstone Bricks, die staat aan de andere kant. Dus dan is het hier. Het is een slab. Wat trouwens volgens mij bullshit is, maar dat is een andere zaak. Sleep. Je kan er geen water. Sleep! God damn it. Je kan er geen water God damn it. Dat kan wel via ijs. God damn it. Echt waar? Sleep was het. Oké. Minecraft 2009. Ik vind dat je hierdoor het al wel verloren hebt, hoor. Dat je het verkeerde antwoord hebt gedaan, ja, van een die wat vaker hebben gedaan. Dag, jij vroeg net ook die slaps nog een keertje. Ja, nee, maar dan loop ik tenminste niet verkeerd in. Oké, slaps. Sleep. Ik kan niet slapen. Oké, zijn we weer. Oké, het... Soul Sand proberen? Ja, maar wat nou als het gras is? Ik vind Soul Sand ook eigenlijk wel een beetje zo van, joh, het zal wel Soul Sand zijn. Oh, ik doe Soul Sand. Kut! Flippo, ik wilde naar grass lopen. Ja, nou doe jij het, maar ik ben teleurgesteld. Maar hoezo was het gras? Dat is toch weird? Ja, maakt mij niet uit. Het is een goede antwoord. Ik vond slaps ook weird. Jij bent weird. Je poes is weird. Ja, maar die loopt gewoon te mouwen. Die kan er niks aan doen. Ik vind dat je nou een beetje lullig doet. Ik kan maar het aan schelen. Ik had beter met die poes. Kijk, er was stone slap, hè? Slaps, ja. Place water. Sleep. Sleep. Ik weet deze, dit is gras. Hey. This room is built mostly with full blocks of... And what else? Slaps. Nee, double half slaps. Oh, die zijn er ook tussen. Ja, ik denk dat dit slaps zijn. Het was niet double half slaps.
Niet. Oké. Okay. Got this. We got this. Minecraft. We zijn goed bezig. Dit gaat echt lekker. 2009. Marcus Persson. We gaan naar Sky. De accentblok. Dan... Kom je erop? Ik heb honger. Bricks. Dan ga je eten. Slapen, ja. Yeah. Je mag niet slapen. Het is dezelfde als grass. Waar bijna dirt lopen. Oké, en nou even opletten. Het was dus niet die waar ze heel veel stond. Het is niet het dubbel half slap. Dan is het gewoon slaps. Nee. Wat is een half slap? Weet ik veel. Ik heb het nooit gezien. Half blocks ken ik ook niet. Ik ken alleen maar slaps. Hup. Oh, nee, goed. How many blocks of clay would be used if converting to a brick slab? 12. Want? 4 om een bricks mee te maken. Ja. Dan 3 onder rij in de rij, dus dat is 3 keer 4, is 12. Doe maar. Oké, got it. Wat? Wat is deze? Wat is er mis met mijn math? Where did my math go wrong? Tell me, David, where did my math go wrong? Ik ga dit uitrekenen. Waspapiertje. Dit klopt toch wel? 4 keer 3 is toch 12? Of hebben ze de regels veranderd en is het 1 keer 16? Oh, we zijn gelijk bij de checkpoint. Oh, checkpoint. Oh, dat is aardig. Oké. Het was niet... Nee, het is 6. Hier. Waarom is 6? Kut. Wat is dat voor onzin? Het was 6. Helemaal geen 6. Wat? Huh? Waarom val ik 2? What the fuck? David. Wat doe je? Ik doe niks. Oké, laat mij even respawnen dan. 1, 2. Oké. Het was niet 6. Box of clay. Ik heb een pijl in mijn hand. Je staat helemaal onder de pijlen. Ik ben een stekelvaring. Maar, het Dan is 9. Nee joh, nee. Hè? Ik wou dat zeggen, je hebt het verkeerd gedaan. Het was 3. Maar, je wou niet luisteren. Jammer. Kijk, 3. Waarom is het 3? Obsidian is known for having high blast resistance. Which of these has even more? Is maar 1, hè? Ja, dat is Anvil. Is dat zo? Ja, dat is zo. Ja. Hop. Hè? Een Anvil heeft meer. Dit spelletje lult maar wat. 3. Oké, 3. Ha, got it. Nee, maar dan is het dus een... Is het die end-portal blok, want die zijn ook echt... Hebben hele hoge resistance. Dat wist ik wel. Oké, wat is de vraag? Welke van deze methodes genereert meer cobblestone? Oh god, daar zijn wij zo goed in. Nee. Welke maakt het überhaupt? Placing water above flowing lava, daar krijg je obsidian van. Placing lava above water source? Nee, niet de source. Je moet de flowing hebben. Dus, ja. En dan even nadenken. Je doet dan lava over flowing water. Ja. Mm-hmm. Lava, deze. Kut! Hoe dan? Lars! Ik ga dit gewoon dit verdriet wegeten met een smartie. Ik heb geen smarties. Ik heb wel van M&M's. Ik heb wel wat anders. Lekker. Dit heb ik. Wat heb jij? Kijk maar. Oh, die is ook lekker. Oké, maar het was niet... Hè? Ik dacht het serieus. Ga je nog verder lopen of niet? Ja. Doe eens. 3. Maar deze zijn hetzelfde. Oh ja. Oh nee. Placing lava above water source. Deze. Placing lava above flowing water. Hup. Wat is de biome number voor de desert? Desert was een vrij standaard biome, dus ik gok dat de ID-nummer laag zal zijn. 2 of 6, ik zeg 2. Nou, ja. Ik gok van wel, heel laag. Hoppakee. Birch trees waren de zeldzaamste boom in Minecraft. Ze zouden alleen maar natuurlijk genereren in welke biome? Taiga. Taiga? Mhm. Oké, go. Dat is een forest natuurlijk, knij het.
Zit je dit nog expres te doen met je Toblerone of niet? Zodat je meer Toblerone naar binnen kan stoppen? Wat is dit? Ik vind, ja, ga maar. Pak hem maar. Ik ga mijn Smarties wel weer eten. Het zijn geen Smarties. Toblerone is zo lekker. Heb je wel eens witte Toblerone geprobeerd? Wat was er nou? Er was blazing water above. Flowing lava. Oké. Okay. Twee. Nou, ja, mag wel. Aha. Daar. Ja. Dan is dat het forest staan. Oh. Nee, river. River. Waarom? Omdat het bij de rivier groeit. Oh nee, toch niet. Sorry. Jouw fout dit. Jij maakt mij in de war. Hop. Jij gaat er ook aan. Oké, okay, I'm going to fix this. Oké, okay, you got this. You got this shit? Ja, ja. Placing water above flowing lava. Mm-hmm. Idee 2. Oké, okay, nou, het was niet taiga, het was niet river, maar river... ja, plains of forest. Ik ga voor forest. Wat dan? Nee. Nee, dat is te makkelijk. Kut! Het was wel forest! Oké, dat was mijn... Luister nou naar de vaco, come on. Dude, jij hebt 2 verkeerd gedaan ervoor. Ja, en hoe vaak heb jij het al fout gedaan? Ik weet niet, maar nou mag jij eventjes doen. Wacht, ik ga even mezelf muten, want ik moet even heel hard roepen dat Reve wat drinken moet halen. Momentje. Oké. Nou, dan ga ik dat wel even fixen. Pakket 2. En zal ik nog een keer voor de lol de tiger inlopen? Nee, dat doe ik niet. Forest! Oké, okay, I got this. Terwijl hij drink aan het regelen is, ga ik gewoon verder. Oké. Okay. Soul Sand is nodig om Nether Ward te laten groeien. En welke van deze potions heeft geen Nether... Oh, dat weet David wel. Ben je er alweer? Ja, wat is er nodig? Nether Ward heb je nodig... Of Soul Sand heb je nodig om Nether Ward te laten groeien. Ja. En welke van deze potions heeft geen Nether Ward nodig? Is dat Potion of Invisibility? Potion of Harming? Potion of Weakness of Potion of Slowness? Ik zou zeggen Potion of Invisibility, omdat dat het meest positief is van die anderen. Die anderen die verzwakken je namelijk alleen maar. Een Nether Ward lijkt me niet echt iets positiefs. Voor een Nether Ward, als je dat gebruikt, dan krijg je een Awkward Potion, zo heet dat. Ja, oké. Okay. Welke heeft er dus geen voor nodig? Dat is eentje waarbij je een Mundane Potion maakt. Wat is een Mundane Potion? Ik zit even na te denken, dat is niet... Weakness. Ik zeg namelijk invisibility. Niet harming. Omdat Nether Ward voor mij iets negatiefs is. Ik denk slowness of deze. Nou, dat was niet deze. Zo, ze maken steeds originelere manieren om dood te gaan. Jezus tering. Oké, I got this. Oké, okay, regel jij het maar. Je mag ook voor mij kiezen, daar wordt even een moeilijke keuze. Zal ik een blauwe Smartie of een rode Smartie nemen? Ik zou de paarse doen. Dat heb ik die op. Hoor. Nee, ik heb wel een bruine. Komt nog het meest in de buurt. Oké, okay, is het de paarse. Ah. Lekker hoor. Oké, okay, dit was forest. Okay. Ja, forest. Meest obvious answer van allemaal. Nou, positive of invisibility niet. Ja, ik zou dan zeggen... dit zijn de negatieve dingen. Die hebben voor mij wel een awkward nodig. Dus dan zou ik zeggen slowness. Oké, okay, pak maar. Vet! Ja, oh, gaat goed hier. Nou, doe jij hem nou eens? Oké. Okay. Nee, ik doe de eerste. Oh. En ik doe ook de tweede. Nee! Zal ik hem pakken? Nee. Ik doe het wel. Voor rest. Hop. Ja, dan is het moeilijk. Aha. Ik zeg Potion of Weakness, fuck jou. Hop. In één keer goed. How many layers of fallen snow does it take to equal the height of one block of snow? Ja, lijkt me 10, toch? Lijkt me vrij hoog, ja. Dat het 1/10 is. Ja, natuurlijk. Waarom laat ik me elke keer inspireren in het antwoord? Weet je wat David doet?
David die zegt van, ja, het is toch die, dan laat hij mij de fout maken vervolgens. Echt zo fucking flauw. Ja, maar de kijkers die merken dat wel, weet je. Die hebben wat door van, Jezus, die Vaco, die snapt er geen reet van. Nee, dat weet hij echt niet. Totaal niet. Oh. Oké. Okay. Cut this. Oeh, nummer 2. Forest. Dit was de weakness. Oh. Oké. Okay. Nou, oké. Okay, oh. Dan zeg ik 8. Ja, wat kunnen we? 2, 6. Ja, doe 8 maar. 8, hop. Oh. Yay! Oké. Okay. Besides coal, certain wooden items can be used when smelting. Which of these cannot... Oké, okay, dat is niet zo moeilijk. Dat kan niet gebruikt worden als fuel. Chest. Fence gate chest, bell. Chest. Ja? Oké, okay, chest. Really? What? Ik dacht alle houten items. Wat is dan... Sinds wanneer kan je een chest niet de fik steken? Wat is dan volgens hun niet een... Hè? Een sign misschien? Wat was dit nou? Water above flowing lava? Lava. Maar... Ja. Ja. Deze. Twee. En forest. Ja, en dan de weakness, harming. Toch? Weakness! You sure? Ja. Hop. Oh. Oké. Okay. 8, ja. Maar doen. Chess is dus niet. Nee. Hè? Dan zou ik zeggen, sign. Nee, die kan vast. Ja. Ja. Ik ga voor sign, even jou. Oké, okay, goed zo. Which statement is statement false? Klopt niet over bedrock. Wat hebben we allemaal? Bedrock can only be obtained in creative mode. Cannot be pushed or pulled with pistons. Mobs cannot naturally spawn. Ze kunnen er niet op spawnen. Dat is onzin. En ze kunnen, het wordt gegenereerd in die end. Ik zou zeggen dat je dat nooit met pistons kan wegdrukken. Zou ik ook zeggen. Anders dan kan je namelijk door de... Hè? Kan je dan... Hè? Nou, dat wil ik wel, we zien wel wat voor pissen dat is. Dat betekent dus dat je gewoon... Ik ben zo boos dat ik nu alle... Ja, ik ga nu gewoon alle doen. Ik ben zo boos. Dit klopt niet. Wat was dit? Hij is boos. Water above... Lava above flowing water. Ja. Nee. Nee dus. Water above flowing lava. Kut. Sorry. Foutje. Oh. Enig, dit. Ja, ik heb jou doodgemaakt voordat je in de lava viel. Zag je dat? Ik ben trots op mezelf. En terecht. Oké, nou hebben we zelfs dit gewoon verkeerd. Gewoon, water... Nee, wat was het nou? Water above lavas. Nee, water above flowing lava. Water above flowing lava. Kom, rechtdoor. Hier. Hop. Denk ik goed. ID nummer 2. 2, ja. Forest. Forest. De verkeerde in rennen. Potion of weakness. Boom. 8. 8. Hoppakee. Oké. Trapdoor is het. Of fence gate. Fence gate. Fence wel. Fence gate alleen niet. En een trapdoor kun je fikken? Ja, doe maar. Volgens doe maar één. Doe maar één. Dat is gewoon puur gok. Uh-oh. Godverdomme, zeg. Het is gewoon een kunst om het gewoon... Goed te gokken. Nee, dat we de laatste gewoon overhouden. Dat vind ik gewoon knap. Nou, op zich is het best een prestatie. Zullen wij de eerste zijn die alle drie die vragen fout hebben gehad? Ja. Echt iedereen in de reacties, die gaat helemaal los. Iedereen is boos op ons. Weet stellen de YouTube Nederland Minecraft community teleur. Dat idee heb ik ook, ja. Zo. Dan gaan wij gewoon... Hoppakee. Weakness. Hop. 8. Hoppakee. 8. Nou. Oké. Okay, got it. Nou, welke zal dat zijn? Raptor. Ik vind dat zo raar. Ja, blijkbaar wel. Hop. Huh? Hè? Wacht even. Chest hebben we gedaan net. Ja? Trapdoor nou? Ja, ik heb net trapdoor gedaan. Wat zie je het antwoord ook weer op? 3? Ja, maar... Ja. Wacht even, wat klopt er nou niet? Uh,
Er klopt hier iets niet. Iets hebben we verkeerd gedaan. Maar wat? Zijn we dan echt een keer de verkeerde ingelopen en hebben we dat niet gezien? Nee. Dat hadden we moeten merken. Chest hebben we gehad, 100%. Dat was de eerste, ja. Hebben we sign gehad? Ja. En volgens mij deden net trapdoor, right? Ja. En chest hebben we ook gedaan. Dat was de eerste. En fence gate? Ja, dat was... Dat gaat nog fout. Oké. Oké, die hebben we gehad. Sowieso trapdoor, net. Daarna chest, dat was de eerste. Laten we fence gate... Wat doe ik nou? Ik zag een knop. Ja, dat is terug naar de hub. Ja, kut. Ik dacht misschien dat ik die in moest klikken, omdat alles te fikken was. Kut. Hoe komen we daar nu? Oh, moeder, help. Ja, het is weer helemaal terug. Oh god, daar heb ik geen zin in. Vond die vraag toch stom, want deze klopt gewoon niet. Ik dacht dat je ze allemaal kon. Nee, we gaan ze toch niet echt doen? Ja, ik wil nou weten wat het is ook. We zijn er zo. Dan wil ik het weten ook. Ik ga gewoon springen, ja? Ja, ga jij lekker rondje springen? Ik zie jou ook niet, gewoon. Ik zie jou echt niet. Nee? Nee. Slap. Waar? Sleep. Ik zie jou echt niet. Je ziet mij wel springen. Ja, dit was grass. Dit was slaps. Dit was 8. Nee. Ho. 3. En portal block. Water above lava. Lava flowing. Water above flowing lava. ID 2. Dit was forest. Potion of weakness. 8. Oké, zijn we weer. Ja, Lars. Fencegate. Dan moet het sign zijn. Dan moet het sign zijn. Zien we nu wel? Ja. Oké. 3. En the portal. Water above flowing lava. Ja. Nummer 2. Oké, ik heb hem. Forest, ik heb hem. Okido. Potion of dinges. Weakness. Ja. 6, toch? 6. Was het 6 of nee, 8. 8. Fansgate, ja, dat moet het sign zijn. Hé, hebben we dat al die tijd niet gedaan? Oké, nou maar. Oh ja, tuurlijk, die hebben we gedaan. Batman kan bij Pool to Pursuit Pistons hebben we. Jezus, die waren we helemaal vergeten. We werden gewoon boos over die stomme... Weet je dat we gewoon vergeten waren dat we in deze room waren? Ja. En ik zit trouwens nu ook te bedenken. We hebben er eentje gekozen die wel waar is. We moeten er eentje hebben die niet waar is. Oh, de vraag is gewoon... It cannot be pushed. Nee, hij kan inderdaad niet gepusht worden. Klopt. Dus die is waar. Welk is er niet waar? Mobs cannot naturally spawn, dat klopt. Sorry, die klopt niet. Die klopt niet. Dan moeten we die hebben. Wacht. Nee. Maar dat deden we dus net ook. Nee, we pakten net de pistons. Dat ze niet gepoeld kunnen worden. Oh, cannot be pushed, ja. Cannot, ze kunnen inderdaad niet gepusht worden. Maar deze. Ja, dat klopt, ja. We stellen de vraag voor mij helemaal verkeerd. Maar die spawnen wel van die krengen op de nether, toch? Ja, sowieso. Op de nether? Ja. Maar het gaat niet over de nether, het gaat over de bedrock. Oké. Okay. Ik snap er niks meer van. We gaan die vragen, zo moeten we even op ons gemak leiden. Ja, dit is helemaal verkeerd, man. Dit gaat fout. Stomme. Ik krijg hier helemaal een stress van. Stomme klote diversity. Die dropper, dat was makkelijker, hè? Ja, die was leuk. Maar die kende wel goed. Forest. Potion of weakness. Ja. 8. Nou ja, zeg. Sign. Oké. Which statement is false about bedrock? Dus het is een negatieve ontkenning, dit. Ja, welk ding is vals? Welke klopt er niet? Mobs
kunnen niet spawnen op Bedrock. Klopt. Blijkbaar. Kunnen niet natuurlijk spawnen op bovenop Bedrock. Cannot be pushed or pulled. Eén van deze twee is niet waar. Bedrock can only be obtained in creative. Bedrock is naturally generated in the end. Nou, lijkt me niet dat het naturally generated is in the end, toch? Niet? Nee. Maar ik vind deze ook zo... Ik zou zeggen van, dit kan ook niet. Ik heb de naturally generated. Die heb ik gedaan. Dus die valt ook al af. Nou, dan is er nog maar één over. Ja, is het zo? Ja, go maar. Ga maar. Is er nog maar één over. Namelijk dat je hem niet kan obtainen in creative mode. Can only be obtained in creative mode. Blijkbaar kan het ook op een andere manier. Ik weet alleen niet hoe. Nee, dat kan ik me ook bijna niet voorstellen als ik eerlijk ben. Nou, maar blijkbaar is er dus een manier. Ik zou alleen niet weten welke dat manier. Dat was Potions of Weakness, hè? Ja. Serieus, jongens. Even voor de kijkers en de reacties. Hoe kan je... Bedrock nog meer krijgen behalve dan in creative. Is er nog een andere manier? Want ik weet het niet. En hij daar weet het ook niet. Nee. Hij daar. Het is naturally generated in the end. Daarvan zou ik zeggen, dat is fucking bullshit. En dat vragen ze. Bedrock can only be attained in creative. Bedrock cannot be pushed. Hè, in... Ja, dan zou ik zeggen dat dit niet waar is. Maar die hebben het er net ook gepakt. Nou ja, whatever. Hè? Oké. Oké. Got it. Welke van deze blokken worden gegenereerd in de overworld en ook in de nether? Wat is het verschil tussen de overworld en de nether? Dat er bepaalde blokken niet spawnen. Oh, de overworld is de gewone. Ja, oké. Ja. Gravel? Is generated as well as the nether. Ja, hiervan is dat als gravel ertussen staat, ja. Hoi, checkpoint! Mijn closing a new block, which musical key does it start? Dat weet ik veel. Dat is B-flat, deze. How the fuck? Huh? Je lult maar. Ik heb de laagste noot gepakt, of de hoogste noot. Down, 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 down. Hey, Lars, je gaat dood. En nou ik pas. Oké. Nou, die was niet, maar gelukkig zitten we hier. Ik ga D proberen. Nee, ik doe D. Nee, dit is het F. Ik deed D. Ja, maar het is F. Oké. Het is of de laagste of de hoogste. Nou, F is volgens mij het hoogste. Ja, doe eens. Oh, Hop. Melons aren't very filling as... Which of the items is even worse? Potato niet, want die is goed. Carrot is goed. Raw fish. Een spider eye is een halfje, toch? Ja, go maar. Oh, lief. Dit was wel heel erg overkill om dood te gaan, hoor. Oké, dit was F, zei je, hè? Ja, dat was F. F met een dingetje. Oh. F sleuteltje. Oké. Niet de spider eye, dan zou ik zeggen de rauwe vis. De vis. Alsjeblieft. Oh, we hebben het niet goed gelezen. Misschien een rauwe potato is slechter. Een rauwe potato? We moeten even één ding leren. En dat is dat we gaan lezen wat er staat. En nadenken. Ja. Potato. Ja, sowieso. What is the name of the accent block in this room? Mossy stone bricks. Ik zou zeggen... Stone bricks. Er zijn weer erin getrapt in ja, deze. Ja, doe maar. Stone bricks, ja. Hoppakee. Hoppakee, daar trappen we het weer een keer in. Starting with materials at the rawest form, not including smelting. Smelting. Which of these items takes the most total crafting recipes? Wat? Oké, dat is echt kut. Oké, dus welke is het moeilijkst om te maken eigenlijk? Takes map. Of these the most amount of total crafting steps. Ja. Okay. Laten we analyseren. Gewoon eentje, één voor één. Sticky piston lijkt me niet. Sticky piston is... Nee. Bookshelf. Alhoewel, sticky piston heeft natuurlijk wel een heleboel ingrediënten. Dus stuk voor stuk hebben al die ingrediënten een smeltingproces. Ja, maar een hopper. Hoeveel is dat? Dat is... Dan moet je eerst... IJzer, toch? Was het inclusief of exclusief smelting? Not including smelting, oké. Okay. Minecart with hopper. Dus ijzer. Nee, die is niet zoveel. Zoveel. Oké, okay, bookshelf. Dat is koeien. Dat is huid. Daar heb je een papier voor ja, nodig. Ja, bookshelf.
Wat is dit? Was het foute antwoord? Oké, F. Hoe is dat? Ik hoop dat het 30 vragen zijn. Ik hoop het ook, ja. Potato. Potato. Oh. Mossy Stone Bricks. Bricks. Yes. Zullen we zeggen... Nee, wat ons normaal, ons antwoord zou nou zijn Minecart with Topper, right? Want dat klinkt ja, het meest... Dat klinkt heel moeilijk. En daarna zou ik zeggen Sticky Piston. Zullen we dan gewoon een empty map zeggen? Gewoon omdat het zo onlogisch klinkt? Ben ik voor. Ik stem voor. Kut. Ik stem tegen. Oh, mag ik mijn stem nu meer intrekken? Sorry. Oké, ik ga dit fixen voor. Te graag. F. Te laat. Oh, potato, waar zit die? Hier. Mossy Stonebricks. Hup. Nou, okay. Doe jij eens eentje. 50% kans. Welke hebben we nog over? Minecart with Hopper. Ik zeg dat een Sticky... Dat was wel je eerste nee, ingeving. Minecart with Hopper. Nee, Sticky Piston was je eerste ingeving. Okay, ja, maar Minecart with Hopper, dan moet je meerdere dingen mee. When Clay was added to Minecraft Alpha, which of these other items was added at the same update? Geen eggs, want dieren kwamen later, volgens mij. Ja? Ja. Klei, dat zit toch al best wel... Zit dat er al zo vroeg in? Ik zou zeggen cactus. Dan zou ik ze... Cactus was ook vroeg, hoor. Gaat hij ook echt. Godverdomme. Hey, cactus! Toevallig hier cactus. Nou, zeg. Oké. Geen cactus. Nee. Doe jij deze weer? Ja, is goed. Hier. Aardappel. Heb hem. Mossy Stone Bricks. Sticky... Nee, niet Sticky Piston. Minecart with Hopper. Ja. Ik zou zeggen... Boeken. Yo, waarom zou het boeken zijn? Omdat boeken... Of lever. Dat bestaat toch ook al... Oh, nee, dezelfde... ik kan wel. Lever zou kunnen. Oké, lever. Nee, maar waarschijnlijk wel... Een risico nemen. Ik wou net zeggen, waarschijnlijk is het juist wat we niet denken. Het is tot nu toe altijd niet geweest dat we niet dachten. Wordt hij zo moe van de harms? Come on! Okay, F. Zullen er überhaupt nu nog steeds mensen aan het kijken zijn? Ja. Als dat zo is en je zit nu nog te kijken. Codewoord voor in de reacties. Wat ben je dan aan het doen met je leven? Nee. Is codewoord voor in de reacties. Als je nu nog zit te kijken, typ even. Sticky Piston. Dat is een goeie. Sticky Piston even typen, dan weten we dat we nog zitten kijken. Waarschijnlijk zijn het echt wel letterlijk met twee man of zo. Niet voor Sticky Piston gaan. Nee, ik sta niet voor de Sticky Piston. Minecart with Hopper. Oké. Lever. Het is cactus en het was niet de lever. Of het is een egg. Maar voor mij kwamen kippen echt later. Ik maak geen grappen. Wacht even, books. Hadden we books al gedaan? Nee. Maar het is een alpha, hè? Alpha is... Kippen zitten toch al best lang in Minecraft, of niet? Ik haat het. We krijgen het weer voor elkaar om de laatste te doen. Is daar ook een soort van prijs voor of zo? Voor mensen die echt gewoon keihard falen zoals wij? Ik vind dat we ook een prijs verdiend hebben. Ja, een hele grote prijs. Ja, echt een hele grote. Die een auto moeten komen. Prijs der idioten. God, ik denk dat we hem krijgen. Nou, boeks dus. Hop. Oké. Okay. Iron ores drops can actually be obtained with a stone pickaxe. Which iron ore also allows the same? Dus welke kan je pakken met Oké, laten we kijken welke je niet kan pakken ermee. Ik zou zeggen redstone emerald, niet. Emerald niet, denk ik. Redstone volgens mij niet. En volgens mij gold ook niet. Voor mij houden we lapis lazuli over. Nou, go. Wow! I feel good! Which of these statements is false about jack-o'-lanterns? Oeh. They cannot be placed on top of TNT, voor mij altijd gewoon. Deze. You can use them to create iron and snow golems. Dat kan niet met jack-o'-lanterns, maar wel met gewone meloenen. Pompoenen. Toch? Dat kan niet met jack-o'-lanterns. Mij wel. Nope. Dat kan alleen maar met pompoenen. Dus deze. Oh, wow! Waarblief. Ik wou nog even de andere vraag kijken, want die heb je helemaal overgeslagen. Oh ja, ik ben meteen weer two conclusions gedropt. Don't worry, I got this. Potato. Mossy Stone Bricks. Nou, laten we eventjes rustig lezen dan. Vooruit. Minecart with Hopper. Books. Ja.
Lapis lazuli. Hoppakee. Oké, het was dus niet deze. Is vals. Maar dit klopt. If worn, looking at enemies will not make them angry. Is dat zo? Ik weet dat als je eentje op hebt, dat ze niet boos worden, maar ze gaan ook niet meer dat de hele tijd teleporten. Dat de laatste weet ik zeker, het eerste niet. Oké, maar dan zijn ze dus ook niet boos. They give them more light than torches. Dat klinkt ook als bullshit, zeg. Jezus. Kut. Is dat zo? Deze is voor jou. Dat wist ik helemaal niet. Nou, hebben we nog wel geleerd ook vandaag. Leren met Ome Daaf. Go, Ome Daaf. Ja, ik ga dit nog even. Ome Daaf is aan het kijken. Want ik ben net ook bezig geweest. Wat een onzin. Potato. Potato, Ome Daaf. Bardado. Mossy Stone. Mossy Stone Bricks, Ome Daaf. Bricks. Hoppy, Hoppies Poppy. My God with Hopper. Ja hoor, Homer Stoppie. Books. Books, Ome Daaf. En Lapis Lazuli, Ome Daaf. Maar doen! Oké. You get more light if you can use them to create... Ja, yeah, die heb jij gedaan. They cannot be placed on top of TNT. Ik zeg voor deze. Doe maar. Zie je wel, dan is het dus gewoon verleiding dat het gewoon... Ze zeggen gewoon van ja, dan worden ze niet boos. Maar wat ze hopen is dat er spelers als mij zijn die weten dat ze... Ja, mag jij lopen, tuurlijk. Ik word moe van Lars. We zaten nog bij vraag 25, 26? Ja, we hebben 25 vragen in 40 minuten tot nu toe. Dus, ik zweer het je, als wij een vraag 31 gaan krijgen, dan ben ik oud. Ja, dan kap ik er ook bij. Dan claimen we gewoon een blokje. Oké. Deze dus. Hop. Grass requires light level 4 or higher. What is the lowest light level mycelium requires to spread? Mycelium, dat is toch in het bos? Mycelium is op een mushroom island. Is dat mycelium? Ja. Oké. Die hebben meer... Dit wordt een pure gok, want ik heb hier helemaal geen verstand van. Zullen we bij de laagste beginnen, bij 7? Ik zeg dat we een hele hoge. Mushrooms klinkt happy. Dus ik zeg dat het daar happy moet zijn. Beginnen bij 8. En op. Ja, beginnen bij 8. Kat! Dat was fout. Oh, man. Respawn. Ik ga hem doen. Ik wil vanavond wel de voetbalwedstrijd kijken als dit zo doorgaat. Oh. Ik kan me voorstellen. Ik heb nog wel andere dingen te doen dit. Nou, ik heb eigenlijk helemaal niks te doen. We hebben niks te doen. Daarom doen we dit. Mossy Stone Brex. Yep. Sticky Piston. My Card with Hopper. Nou, bedoel ik. Books. Ging al bijna fout. Lapis Lazuli. Ik heb hem. En deze was... Wat was nou? Looking at Enemy will not make them angry. Juist. Nou, dit was niet level 8. Nou, dan beginnen we level 10. Hop. GG. Oké. Was niet 8 en 10. Het is maar goed dat wij niks te doen hebben met ons leven. Het zou vast 9 zijn dan. Of zou het 7 zijn? Nou, ik kan me niet voorstellen dat het zo laag is. Laag? Ja, laag. Ik vind het best wel veel. Ja? Ja. 7? Nou ja, op zich. Het is ook best wel hoog. Hoppakee. Oké, 7 of 10? Nee, 7 of 9? Wat was nou? Oké, steen, papier, schaar erom doen? We hebben 8 en 10 gedaan. Oké, steen, papier, schaar. Nee, ik weet zeker dat het 7 is. Nee, ik zeg dat het 9 is. Oké. Steen, papier. Hoeveel verschillende kleuren wol kunnen er... Oh, jezus. Kunnen schapen natuurlijk spannen in de overwereld. Oké, gaan we. Wit. Dat is 1. Bruin. Dat is 2. Ja. Grijs. Roze. Zwart. Grijs. Nee, niet roze, toch? Wel, roze wel. Grijs, zwart, dus dat zijn er al 5. En roze? Volgens mij 5. Grijs, zwart, wit, roze, bruin. Heb jij nog andere kleuren schapen gezien? Ik niet. 5. Ja. Anthraciet? 5. Met een blauw randje. Heel veel mensen... Het is niet 5.
blijkt. Blijkt dat niet 5 is. Huh? Dan is er nog een andere kleur. Oké. Okay. Welke kleur is er dan nog meer? Dat weet ik niet. Dit is raar. Dit is vreemd. Potato, potato! Dit is vreemd. Ik heb hem. Dit is heel vreemd. Wat was het nou? 9. 9. Jij zei 9. Nee. Ja, 9. Ja. Oké. Okay. Vraag 28. We zijn er bijna, Lars. Got this. Het was niet 5. Wit. Zwart. Bruin. Grijs. Doe moeilijk. Doe gewoon 6. Roze. Gewoon 6. Het is 6. Oké, 6. Pak maar 6. Welke kleur dan nog meer? Ja, die ene. Weet je wel? Oh, die ene. Ja. Oké. Okay. The Block of Coal is one of the latest additions to Minecraft with the challenge was added after the Block of Coal. Oké. Okay. Oeh. Name tag. Stained clay. Jezus. Carpet. Nou, horses hadden we al wel. Maar had je toen ook al donkeys? Donkey? Een nametag hadden ze waarschijnlijk direct met de horse update al. Stained clay is 1.7, hè? Het was met die biome erbij, toch? Mesa. Mesa, ja. Ik denk carpet, als ik heel eerlijk ben. Ik denk stained clay. Gelukkig maar. Laatste vraag! Yes! We hebben nu al gewonnen allebei, Lars. Dus laatste vraag. How many rooms in the trivia branch have presented a question? No. Dit is vraag nummer 29. Dus dan zijn het er 30, want er is er ook eentje geweest helemaal in het begin. Die vroeg van zijn we er klaar voor, ja of nee? Dus dan is dit, nee, dit is 31. Dit is de 30ste, plus die ene in het begin. Ja, dus 31, ik ga erin. Ah! Hey. Ik heb op de knop gedrukt, dus heb ik dan al gewonnen met mijn groene blokje. Daar ken ik er nog eentje van. Goed. Gooi je groene blokje er maar in, Daaf. Ik vind, we hebben een achievement. Hij is even aan het wachten. Go! Groen! Tadaa! Hoppakee. Nou, applaus voor ons. Vinden jullie dat Lars en ik de grootste Minecraft-kenners zijn van heel YouTube Nederland? Dat vind ik wel. Sowieso. Sowieso. Je moet trouwens echt een nerd zijn als je dit allemaal in één keer goed hebt. Nog wel positief, als je, hè? Positief. Als je dit weet, dan ben je een hele positieve nerd bij dan. Ja. Dan ben je een geek. Ik wil jou bedanken, heer Vaco. Laten we ik niet weer een trivia doen. Laten we die nog een keer doen. Nee, ik ben er wel klaar mee. Ik krijg een hoofdpijn van. Ja, een beetje wel. En doe even een like, jongens. Als je nu nog steeds aan het kijken bent, dan heb je dus al sticky pissen achtergelaten. En als je nu nog aan het kijken bent, dan moet je achterlaten... Varkenshaasje. Typ dat er maar even achteraan. Hartstikke mooi. En bedankt voor het kijken. Abonneer ook even op Vaco Games. Natuurlijk op de Data Games. En tot de volgende keer. Deze beide punten doen we. Dus dat stond 11-13. Wordt het nou 12-14. Ik vind dat jij ook een punt verdiend hebt. Ondanks dat je al heel slecht was. Maar... I'll take it legit. Goed. Ik bedoel maar. Bedankt voor het kijken, jongens. Ciao.